Hallo iedereen, ik ben Tatjana van Hobbyfest, expert in juwelen, onderdelen en kralen. Ik ga vandaag vertellen over basistechniek, maar ik ga dat niet precies tonen. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk, eenvoudig, kralen om op te regen. Ik ga wel vertellen over materialen, want mensen die begonnen starten, die starters, beginners, die willen juwelen maken, ze hebben veel vragen over materialen. En ze vaak komen naar onze showroom met die vragen. Daarom, we maken deze video, dat iedereen kan deze video kijken. En zeker, kijk naar de commentaar onderaan. De links naar materialen staan onderaan. Wat hebben we eerst nodig? Dus de simpelste techniek is kralenregen. Bijvoorbeeld natuursteenkralen. Ik heb een streng van natuursteen die voorlopig zit op tijdelijke nylon draad die gewoon doorzichtig is. Ofwel, we kunnen kiezen glaskralen. Ja. Dus het is basis. Dus eerst wij kiezen kralen, dan wij kiezen onze draad. En in die geval, als wij willen gebruiken glaskralen of natuursteenkralen, ja, we hebben nodig metaaldraad. En in ons geval, het is acolon, heel stevig nylondraad en ook coated die metaal, dus sorry, dat is metaaldraad die coated met nylon. En waarom deze draad is super stevig? Want hier is, we kunnen zien nummertje 7. Dat betekent 7 fijne draden gevlochten samen in één draad. En nog beschermd met nylon. Ook belangrijk om te weten dat deze draad kan hebben, ja, acolon, kan hebben verschillende diktes. Hier, deze, wat is in mijn handen, het is 51 mm, 0,51 mm, ja. En maar dat kan ook zijn, bijvoorbeeld heb ik 0,61 mm of 0,45 mm, dus verschillende diktes mogelijk. Een link onderaan naar onze website. Jullie kunnen daar alles vinden. Want het is ook mogelijk verschillende lengtes. En deze precies is 9,2 meter op één spool. Maar we hebben ook spoelen per 30 meter. Dat is hier. Dus, over draad heb ik verteld. De tweede belangrijke kazijn met ding. Het is pleetkralen of in Engels het is krimp. Ja, krimps dat noemt. En zij hebben ook verschillende afmetingen. Daarom, we moeten eerst kiezen onze draad. Dus kijken bijvoorbeeld dat onze draad is. Ik kan deze misschien nemen. Kijk, het is 0,51 millimeter. En deze draad moet twee keer komen in onze pleetkraaltje. Bijvoorbeeld, dat zeker past, deze. En hierboven, we kunnen zien afmetingen. Deze pleetkralen of krimpbeads, ze staan ook op onze website. En kiezen deze pleetkralen. Dus onze draad, we maken een lusje. Ja? Dat is echt heel simpel, dus we gaan door die pleetkraaltje en dan terugkeren en dan pletten. Ja, dus zo, we krijgen een lusje. Zo hier van achterkant, we kunnen dan zien. Dus twee keer. En zeker, daarom wij zeker kijken naar de afmetingen. Dus, nog een belangrijke ding. Dus ringetjes.
Dus het best dat als we willen dat onze ketting niet afgevallen, misschien dan niet direct naar de teetje, het best nemen split ringen. Split ringen, het is dubbel ringetjes of split ringen. Dus dat is voor zekerheid, want meestal is natuursteenkralen of glaskralen, ze zijn zwaar. Dus als wij gebruiken enkele ringetje om bevestigen aan onze slotje, dat misschien van het begin is dus oké, maar na de tijd dat zeker komt traag opening en dan onze kettingetje gaan vallen. Ik wil vertellen over slotjes. Slotjes, we hebben heel veel keuze en het is echt voor elke budget en smaak. Ik ga tonen, ga laten tonen, het is klassieker, minootslotje of lobsterslotje. Misschien dat zo beter zichtbaar. Maar nog beter zichtbaar op onze website. Link is onderaan naar alle slotjes. Dus het is minootslotje. Maar als wij bijvoorbeeld regen onze ketting met Swarovski. Swarovski is bijna op, maar met Preciosa kralen. Ik ga link ook naar Preciosa onderaan zetten. Dan het best nemen ook mooie slotje. Ik heb een heel voorbeeldje. Dat is bijvoorbeeld, ik heb hier gekozen slotje met Swarovski steentjes en met, ook met pareltje. Dus het is gold-plated slotje, dat is ook mogelijk. Dus gewoon bladeren door alle slotjes en kiezen wat ziet u graag wat is het best past voor de slotje. Natuurlijk, we hebben ook, ik heb een gold getoond, maar we hebben ook verschillende kleuren en roze gold en anthracit en rhodium plated en ja, van alles eigenlijk. Dus het is voor de ketting, ik heb verteld, maar belangrijke moment ook welke tools hebben wij nodig. En hier ga ik tonen bijvoorbeeld deze fantastische set. Er is 8 verschillende tools. Dat kan ook zijn, bijvoorbeeld mooi cadeautje ook. Natuurlijk, we hebben ook tools die jullie kunnen krijgen apart. En ik kan direct zeggen, misschien voor het begin, we hebben niet alles nodig, niet direct 8 tools nodig. Dat komt gewoon met ervaring. Maar zeker 2 tangens hebben wij zeker nodig als wij gebruiken open ringetjes, de ringetjes open doen. Voor zo die. Nog een handige ding. Het is, ik ga misschien tonen, het is dicht bij mij ligt. Het is kralenmaatje. Kralenmaat, het is echt zo fluweel tapijtje. En heel handig om te werken op zo'n tapijtje, dat gewoon onze kralen rollen niet weg. Het is die kralenmaatje, het is een simpele manier. Maar wij hebben nog iets voor gevorderden. Bijvoorbeeld als in de toekomst wilt u naar de workshop komen. Of nog een tip. Oei, ik kan niet laten vallen. Dat noemt Beatbody. En Beatbody, het is kralenmaat ook van 2 kanten. Zo dat soort doosje, ja. En we kunnen dat ook sleutelen. En het is echt super leuk als je hebt huisdieren en je werk je om te beschermen. Dat soms katten springen op tafel en spelen met de kralen. Dus het is echt ideaal. En Beatbody ook verschillende maten bestaan. Dus link naar de Beatbodies is onder mijn video. Ik ga nog kort misschien tonen als ik ben hier. Dus ik kan krijgen
tools ook apart of in de set bijvoorbeeld. Dat is ook een basis set met 3 tangens. Of heel mooi setje met 8 verschillende instrumenten. Ja. En het is ook met in de mooie tasje. Ideale cadeau voor je vrienden of familie. Wie wilt starten met juwelen te maken. Voilà, dat was het. En tot volgende. Dag!